Bedankt, een hele goede middag en erg fijn om er vandaag hier te mogen bij zijn. Inderdaad, om af te sluiten, muziek Huygens en de muziek. Constantijn Huygens was iemand met heel veel en uiteenlopende passies. Dat onderstreept dit colloquium vandaag nog maar eens. En ik denk dat een van zijn grootste passies wel de muziek was. 15 jaar geleden publiceerde Rudolf Ras zijn monumentale boek 300 brieven over muziek van, aan en rond Constantijn Huygens. De eerste muziekbrief in het boek dateert van 20 maart 1609 en is het korte bericht van een 13-jarige plichtsbewuste zoon Huygens aan zijn vader. De laatste brief in het boek dateert van 20 januari 1687. Het is een brief van een 90-jarige man die in amper 400 woorden terugblikt op een leven met en omringd door muziek. Het is meteen een van de allerlaatste brieven die Huygens zou schrijven. Tussen beide brieven ligt een hele wereld. Die wordt bevolkt door componisten, professionele muzici en muziekamateurs natuurlijk. En die bovenal wordt gekenmerkt door vele vriendschappen. Zo speelde muziek een rol in Huygens' relaties met Maria Kazembrood, Utrusha Ogel en Beatrix de Cusance. Een van de langstdurende muziekvriendschappen die Huygens ooit zou aanknopen, was de vriendschap met Antwerpse familie Duarte. En meer bepaald met vader Gaspar Duarte en diens kinderen. De naam Duarte duikt al in 1624 op in Huygens' correspondentie. Maar het was vanaf ongeveer 1640 dat Huygens zeer regelmatig brieven ging uitwisselen met de Duartés. Een mooi aantal van die brieven is bewaard gebleven. Gaspar Duarte had Joodse wortels en zijn vader was op het einde van de 16e eeuw weggetrokken uit Portugal, uit angst voor religieuze vervolging. In Antwerpen bouwde achtereenvolgens Gaspars vader, Gaspar zelf, en tenslotte zijn oudste zoon Diego een succesvolle en internationaal gereputeerde juwelenhandel uit. Die juwelenhandel was initieel de reden waarom Huygens en Gaspar Duarte brieven uitwisselden. Huygens was omstreeks 1640 immers op zoek naar een juweel voor het stadhouderlijke hof, bestemd voor de Engelse prinses Mary. Maar vrijwel onmiddellijk nam het thema muziek een belangrijke plaats in de brieven in. Gaspar Duarte was immers, net als Huygens, een groot muziekliefhebber. En hij speelde zelf muziek. Voor Duarte was er nog meer aan de hand. Hij en zijn gezin leefden als katholieken in een katholieke stad. Maar om hun Joodse wortels werden ze vaak met wantrouw benaderd. Gaspar moet echter al snel hebben beseft dat muziek een universele taal was, die geografische en religieuze grenzen kon overstijgen. Een middel ook om contacten te leggen en vriendschappen aan te knopen. Gaspar Duarte zorgde ervoor dat zijn twee zonen en vier dochters een doorgedreven muziekopleiding genoten. En vanaf jonge leeftijd gaven Gaspar en enkele van zijn dochters huisconcerten, waarop handelscontacten en vrienden uit heel West-Europa aanwezig waren. Jood, katholiek en calvinist zaten er naast elkaar. Het hoogtepunt van de concerten lag omstreeks 1640. Het moment waarop de correspondentie tussen Huygens en Duarte een aanvang nam. In 1653 overleed Gaspar Duarte, waarna het muziekleven van de Duartés een meer privaat karakter kreeg. Met Gaspars dood nam zijn zoon Diego de rol als Huygens-correspondent over. De briefwisseling die Huygens en Diego Duarte voerden, zou pas eindigen met Huygens dood in maart 1687. Huygens' laatste muziekbrief, de eerder genoemde brief van 20 januari 1687, was aan Diego Duarte gericht. En in die brief denkt Huygens bovendien nog eenmaal terug aan Gaspar. Ik citeer, mijn goede vriend en heer uw vader zaliger. Het was de laatste bladzijde in een vriendschap die 5 decennia had geduurd en daarmee een belangrijke constante in Huygens' leven was geweest. Doorheen de jaren converseerde Huygens met Gaspar en Diego Duarte over allerlei dingen. Familiale nieuwtjes, praktische vragen om hulp, de uitwisseling van informatie, allerhande. Maar steeds weer keerde de conversatie terug naar de muziek. Dat de vriendschap tussen Huygens en de Duartés zo duurzaam bleek te zijn, heeft naar mijn gevoel te maken met het feit dat Huygens op muzikaal vlak toch veel van zichzelf in de Duartés herkende. Tot op zekere hoogte waren de families een spiegel voor elkaar, allebei begaafd, met brede interesses en een grote muzikale honger en nieuwsgierigheid. Als het over muziek ging, hoefde Constantijn Huygens, net als de Duartés, niet als een luisteraar aan de zijlijn te blijven staan.
In die allerlaatste brief, de brief van januari 1687, verwijst Huygens naar, ik citeer, de vijfderhande instrumenten. Daarmee doelde hij op de vijf instrumenten die hij beheerste, de luit, de viola da gamba, het clavecimbel, de theorbe en de gitaar. Volgens zijn eigen getuigenis leerde Huygens al zingen toen hij 2 jaar oud was. Leerde hij de viola da gamba te bespelen vanaf zijn 7e en de luit vanaf zijn 8e. Clavecimbel en orgel volgden toen hij ongeveer 17 was. Later maakte Huygens ook kennis met de getheorbeerde luit en de theorbe. Hier wellicht ook te zien op het portret van Thomas de Keizer. En tegen 1670 had Huygens de gitaar aan dat lijstje toegevoegd. Huygens' instrumenten waren ook de instrumenten van de Duartés. Dat blijkt onder meer uit een brief waarin Gaspar Duarte aan Huygens uitlegt in welke diverse bezettingen hij en zijn kinderen concerten geven. Tijdens die concerten zongen Gaspar en zijn dochters en ze bespeelden onder meer het clavecimbel, de viola da gamba, de theorbe en de luit. Dochter Leonora stond bekend als een begaafd zangeres en haar zus Francisca moet een bijzonder virtuoos klaveciniste zijn geweest. Een lofdicht van Huygens' vriendin Anne Roemers-Visser getuigt van de hoge kwaliteit van hun muziekuitvoeringen. En ook onder meer de Engelse royalistische vluchtelingen Margaret Cavendish en de Zweedse koningin Christina hadden lof voor de muziekkunsten van de Duarte-dochters. Huygens' muzikale interesse ging verder dan het louter uitvoeren van muziek. Hij was geïnteresseerd in de muziektheorie en in evoluties in de instrumentenbouw. Omstreeks 1648 wilde Huygens een nieuw clavecimbel aanschaffen. En daarvoor zocht hij de bemiddeling van Gaspar Duarte. Antwerpen was sinds de tweede helft van de 16e eeuw een van de belangrijkste productiecentra voor clavecimbels. In 1604 had het Amsterdamse stadsbestuur de componist Swelinck zelfs naar Antwerpen gestuurd om er een clavecimbel te kopen bij de befaamde clavecimbelbouwersfamilie Rukkers-Kusche. Huygens wilde echter niet zomaar een clavecimbel uit de ateliers van de familie Rukkers-Kusche, maar had heel specifieke wensen over de uitzonderlijke omvang van het klavier en de besnaring. Die wensen moest Gaspar Duarte aan de bouwer Johannes Kusche overbrengen, wat hij met plezier deed, want ook hij ging zich graag bemoeien in het atelier. Het resultaat was een instrument zoals Kusche er nog nooit een had gebouwd. In de families Huygens en Duarte werd overigens niet alleen gemusiceerd, er werd ook gecomponeerd. Aan Duarte-zijde werden slechts 7 muziekwerken overgeleverd. Symfonia's gecomponeerd door Leonora Duarte. Maar er moet veel meer zijn geweest. Ik grijp opnieuw terug naar de brief van januari 1687. Huygens schreef die brief om Diego Duarte te bedanken. Diego had hem kort tevoren immers zijn integrale psalmcomposities bezorgd, een project waaraan hij minstens 15 jaar had gewerkt en waarvan hij het resultaat aan Huygens wilde opdragen. De composities zijn helaas verloren gegaan. In dezelfde brief verwijst Huygens naar de meer dan 800 muziekwerken die hij zelf doorheen zijn leven had gecomponeerd. Vandaag is van die meer dan 800 werken slechts een fractie overgeleverd. Namelijk 39 werken voor stem en basso continuo, verzameld in Huygens' Pastoria Sacra et Profana, enkele losse liederen en een instrumentale allemande. Die allemande gaat u zo meteen tijdens het concert trouwens horen in een luidbewerking van Willem Mook. Huygens' brieven geven ons een idee van al de rest wat we moeten missen. Stelt u zich heel even voor dat we Huygens' bijna volledige muzikale oeuvre zouden terugvinden. Overgeleverd in een tot nog toe onbekende kamer in Hofwijk. Een soort graf van Tutanchamon voor muzikologen. We zouden er vele honderden werken voor luit en theorbe aantreffen, aangevuld met composities voor viola da gamba, gitaar en clavecimbel. Vooral korte, dansante stukken. Courantes, gaillardes, gigues, sarabandes. Zonder twijfel troffen we er ook heel wat werken aan die in hun titel de naam dragen van familie en vrienden. Zoals de Plainte Madame la Duchesse de Lorraine, de Plainte Madame la Princesse sa fille en de Tombeau et Funérailles de Monsieur Duarte. Op de planken van deze geheime muziekbibliotheek zouden we ook liederen vinden met teksten van Huygens of van auteurs uit zijn vriendenkring. En netjes naast elkaar op een plank zouden we Huygens' bundel Pastoria Sacra et Profana in niet één, maar meerdere versies aantreffen. Een versie met luidtablatuur, één met basso continuo en wellicht ook een versie met voor 3 zangstemmen in plaats van voor 1. Met meer dan 800 composities zou Huygens een van de meer productieve Nederlandse componisten uit zijn tijd zijn geweest. Het lot en Huygens nabestaan hebben er anders over beslist. Want vreemd genoeg toonden zijn nazaten amper interesse voor zijn muziekbibliotheek. Er is natuurlijk nog altijd de hoop dat een deel van die verloren gegaane muziek ooit opduikt.
In 1738 ontdekte de Zeeuwse auteur Pieter de la Rue drie langwerpige banden in de Middelburgse boekhandel van de gebroeders Kallenfels. In de banden had Huygens minstens 115 van zijn eigen luidcomposities samengebracht. De gebroeders Kallenfels hadden de banden verworven via een Haagse boekhandelaar en uitgever. En die had ze op zijn beurt gekocht, ik citeer, van een Jood. Ik heb het steeds een intrigerende verwijzing gevonden. Toen Diego Duarte 4 jaar na Huygens in 1691 kinderloos overleed, ging het grootste deel van zijn erfenis naar zijn Amsterdamse nichtje Constantia Duarte en haar man Manuel Levy. Het echtpaar verhuisde kort daarna naar Den Haag, waar ze een prominente rol hadden in de Joodse gemeenschap. Diego's fabelachtige kunstcollectie verkochten ze, dus waarom niet ook Diego's bibliotheek? Het blijft gevaarlijke speculatie natuurlijk, maar dat er in de bibliotheek van Diego Duarte heel wat muziek van Huygens moet hebben gezeten, is vrijwel zeker. Ook het omgekeerde is waar. Huygens' bibliotheek moet muziek van de Duartes hebben bevat. Zoals Diego's complete psalmzetting, maar ook heel wat losse liederen en andere werken. In zijn brief van 20 januari 1687 heeft Huygens het over de successie van de muzikale productieën, daarmede het edele huis Duarte van alle tijden de wereld heeft verheugd en vereerd. Toch zal de muziekproductie van de Duartes maar een fractie hebben uitgemaakt van Huygens' totale muziekbibliotheek. De veilingcatalogus van zijn bibliotheek vermeldt ongeveer 80 gedrukte muziekboeken. Muziek van beroemde componisten als Svelink en Orlandus Lassus. Maar evengoed een bundel van de nauwelijks bekende Johannes de Hazen, een goede Antwerpse vriend en muziekpartner van Diego Duarte. Ook in de bibliotheek van Huygens Prato Musicum van de Antwerpse luidvirtuoos Emmanuel Adriaanse en de Thesaurus Harmonicus, een bundel met luidmuziek van onder meer Julien Perrichon en Victor de Montbuison. Uit beide bundels zal u zo meteen muziek horen. Daarnaast ging Huygens vaak rechtstreeks naar de bron. En onderhield hij contacten met componisten als Jacques Champion de Chambonnière, Giovanni Paolo Foscarini, Jacques de Saint-Luc, Nicolas Lagner, Pierre de Labarre, Thomas Gobert, Jacob Froberger en Jacques Gauthier. Willem Mook brengt van die laatste zo meteen een courant, het is eerder al vermeld. Sommige componisten zouden Huygens persoonlijk ontmoeten, in Londen of in Parijs, maar in andere gevallen bleef het bij brieven. Vaak was dat contact gedurende een tijdje intens en verwaterde het weer na enkele jaren. Sommige componisten, zoals Lagner en Chambonnière, behoorden ook tot de cirkel van de Duartes. Samen gingen Huygens en de Duartes op zoek naar interessante componisten en speelden ze namen door. Ook benutten ze elkaars netwerk ten volle voor het verzamelen en uitwisselen van muziekstukken. Wat de ene familie in handen kreeg, werd alleen gekopieerd voor de andere. Zo beschikte Huygens over de bundel Koninklijke Fantasieën met muziek van Thomas Lupo, Giovanni Caprario en Orlando Gibbons. En daar werd uitgekopieerd voor de Duartes en hun huisconcerten. Ook de muziek van Chambonnière werd gretig gedeeld. En vaak werden die werken dan weer verder doorgegeven aan andere vrienden, zoals Patricia Ogle en Beatrix de Cusans. Hoe moeten we nu de rol van die muziek zien in Huygens' leven? Laat me er even een schilderij bij halen. Diego Duarte had een werk van Johannes Vermeer bij hem thuis hangen. Wellicht dit werk, met een virginaal spelende vrouw. Er wordt wel eens gesteld dat Huygens het schilderij cadeau deed. Misschien als een eerbetoon aan de ondertussen overleden Francisca Duarte, de virtuose klavecimbalspeelster van het gezin. Of dat hij op zijn minst een bemiddelende rol tussen Vermeer en Duarte vervulde. Eigenlijk zijn daar geen bewijzen voor. Maar ik wil er nog even een andere Vermeer bij halen, de muziekles. Daarop is een Antwerps virginaal te zien, wellicht van het huis Rukkerskoesje, waar Huygens ook een instrument van bezat. Op het deksel staat een prachtige spreuk. Ze is slecht leesbaar, maar staat Musica letitiae comes medicina dolorum. Muziek is een gezel bij vreugde, een medicijn bij verdriet. Het is een spreuk die de Antwerpse klavecimbalbouwers inderdaad vaker op hun instrumenten plaatsten en die hun visie op muziek uitdrukt. Muziek was in de 17e eeuw zelden vrijblijvend vermaak. Ouders van stand die hun kinderen een verfijnde opvoeding wilden geven en daar de financiële middelen voor hadden, zorgden voor muzieklessen. Vaak viola da gamba of een tokkelinstrument zoals de luit voor de jongens en klavierinstrumenten zoals het klavecimbal voor de meisjes. Instrumenten die vooral gepast waren. Constantijn Huygens beheerste ze uiteraard allemaal. Je moest overigens ook niet overdrijven in dat musiceren, want opscheppen met je talent was dan ijdel en zondig. Je wilde als amateur ook niet verward worden met een professionele muzikus, die met ijdele virtuositeit zijn boterham verdiende. Kortom, het moest liefhebberij blijven.
Dat is ook een van de redenen waarom Huygens' naam niet op de titelpagina van zijn Pathodia prijkt, maar hij er enkel wordt aangeduid met het Latijnse woord occupatus, een drukbezet man. Muzieklessen deden ook meteen dienst als levenslessen. Muziek had een mathematische basis en weerspiegelde het universum. Muziek bracht harmonie in het leven. Muziek verdraagt immers geen tegenstrijdigheid in zichzelf, schreef Diego Duarte ooit aan Huygens. En is de partituur op het portret van Huygens en zijn echtgenote ook geen symbool van huwelijkse harmonie? Huygens was zijn ouders dankbaar voor de muzikale opvoeding die hij genoten had en stelde uitdrukkelijk dat hij door de muziek van veel mensen vriendschap en waardering had ondervonden. Kortom, muziek was een bron van en gezel bij vreugde geweest. Er was ook de andere zijde van Vermeers spreuk. Toen Gaspar Duarte in 1653 overleed, rouwde Huygens. Een onweer treft de Antwerpse Parnassusberg, noteerde hij. Het bleef echter niet bij woorden. Huygens zou ook muziek componeren ter nagedachtenis van zijn overleden vriend. En hij riep anderen op om hetzelfde te doen. De muziek was hier nog misschien vooral een publiek eerbetoon. Maar in de latere jaren lijkt muziek ook de rol van persoonlijke troost en afleiding te zijn geweest. In de brief van 20 januari 1687 drukt Huygens de hoop uit dat Diego Duarte in de muziek afleiding zou kunnen vinden. In, ik citeer, deze anders verdrietige eenzaamheid. Diego Duarte was op dat ogenblik de laatste Antwerpse Duarte in leven. Zijn broer en zussen waren in de voorgaande jaren overleden. Steeds wanneer ik Huygens' laatste muziekbrief lees, treffen Huygens' woorden. Het is een heel persoonlijke brief aan een oude vriend. Voor de laatste keer worden herinneringen opgehaald. Al lang geleden aan het muzikale kunnen en aan de vele werken die Huygens en de Duartes hadden geproduceerd. Huygens klaagt hoe jicht hem het spelen moeilijk maakt, maar hij wil de muziek nog niet opgeven. En hij hoopt dat Diego Duarte troost kan vinden in het musiceren. Wellicht is er geen brief in Huygens' uiver die mooier uitdrukt hoe muziek een vriend kan zijn bij vreugde en een medicijn bij verdriet. En dat is wellicht ook hoe Huygens en de Duartes elkaars brieven hebben ervaren. Bedankt.